Hoe gebruik je nu een grafisch rekentoestel als het aankomt op 60 delige graden? Wel, daarvoor gaan we eens eerst eventjes gaan kijken waar je al die symbooltjes kan vinden. Dat vind je terug onder Option, F6 en dan onder het deelmenu Angle. En dat bekom je via F5. Je ziet hier dus een aantal symbooltjes staan en het symbooltje dat voor ons belangrijk is, is het symbooltje onder de F4. Ja? Dus als ik daarin geef 15, ik druk op F4, dan geeft hij een gradentekentje. 23, ik druk terug op F4, die heeft terug het gradentekentje, maar dat stelt dan het symbooltje van de minuten voor. 36, terug op F4. Ja. Dus momenteel moet je dit lezen als 15 graden, 23 minuten en 36 seconden. Druk je dan op execute, dan gaat ons rekentoestel die 60-delige graden gaan omzetten naar een comma-getal. Dus je merkt dat er niet veel overeenkomst is buiten de graden. Ja? Maar die 23, 36, dat wordt hier een totaal ander getal. Ja? Hoe dat je dat moet manueel omzetten, daar ga ik nu niet dieper op ingaan. Wil ik dit comma-getal terug omzetten naar 15 graden, 23 minuten en 36 seconden, dan klikken we op F6. Ja, zodat we op onze DMS komen en het pijltje wil zeggen, we gaan dit omzetten naar degrees, minutes en seconds. Dus ik druk op F3. Hij gaat mijn vorig antwoord ans omzetten naar graden, minuten en seconden. En dan bekom ik terug de 23 minuten en 36 seconden. Als ik dan de tangens hiervan wil gaan berekenen, van deze hoek, dan typ ik dus gewoon in tangens. Open het haakje, 15, dan moet ik dus teruggaan, we zullen helemaal even teruggaan op Option, F6, Angle, en dan was het op F4, 23, F4, 36, F4, sluit het haakje. Execute, dus de tangens van 15 graden, 23 minuten en 36 seconden is 0,2753 en zo verder.